Mijn naam is Rob Schepers. Ik ben cabaretier, entertainer. Ik heb geprobeerd om de ervaringen die ik heb op het podium, om die te vangen in de kunstwerken. Enerzijds de werken die refereren naar mijn afgelopen voorstelling. Dat is het steeds verder dichtgetimmerde samenleving. En anderzijds mijn relatie met het publiek, dat je elkaar constant in balans moet houden om tot iets groots te kunnen komen. Het werk wat voor mij het meeste indruk maakt in die vitrine is dat steengoed. Dat is het dichtgemetselde raam. Omdat ik het en bijzonder vind dat je een oplossing die altijd lelijk is, dat je die als inspiratie gebruikt voor je werk. Maar ook omdat het voor mijn gevoel een metafoor is voor wat op dit moment in de samenleving gaande is. In hoeverre dat je dingen mag zeggen en dingen mag doen en dingen mag vinden. Wij kunnen niet meer naar buiten kijken en de buiten kan niet meer naar binnen kijken. Dat je dus veel minder open staat voor de ander op het moment dat je elkaar niet een blik naar binnen gunt. Ik hoop dat de bezoekers van de Valk, hè, die dus naar de vitrine kijken, dat ze met name de werken die voor mij mijn houding tot het publiek in de zaal verbeelden, dat ze daar een beter beeld van krijgen. En dat ze snappen dat op het moment dat ik op het podium sta, dat mijn taak is om een band op te bouwen met mijn publiek. En dat wij elkaar in balans moeten houden. Ik zou het mooi vinden als mensen in de vitrine kijken en daar echt de moeite nemen om het verhaal achter kunstwerken te zien of achter de keuze te zien. En daardoor, je moet verhalen verzamelen in je leven. Je moet leren om verhalen te herkennen. En ik hoop dat mensen dan net even iets meer tijd nemen dan ook vluchtig voorbij lopen en het aan te nemen voor wat het is. Gewoon eventjes ogen open en zien en voelen. Van der Valk wil kunst op een andere manier naar de bezoekers brengen. En voor Van Abbe is het ook weer interessant. Zij spreken weer een doelgroep aan die wellicht misschien anders niet in het Van Abbe zou komen. Dus dat is alleen maar toe te juichen, toch? Het kan alleen maar inspiratie teweeg brengen. Het kan alleen maar goed doen, toch?